Het ministerie van Justitie en Politie heeft vandaag in samenwerking met de Lions Club Paramaribo Central de verkeersveiligheidsmaand afgesloten. In de afgelopen maand is er extra aandacht van de samenleving gevraagd om vooral verantwoord deel te nemen aan het verkeer. De bedoeling was dat er dan minder of geen verkeersongelukken zouden plaatsvinden. Dit jaar is er vooral aandacht besteed aan de bromfietsers. De statistieken tonen namelijk aan dat het hoogste aantal verkeersslachtoffers uit deze groep komt. De Lions Club Paramaribo Central heeft in het kader van de afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand de 8e verkeersvlag gehesen. Het doel van de verkeersvlag is om deelnemers aan het verkeer te attenderen op hun verantwoordelijkheid, zegt Malti Sarju, president van de Lions Club Paramaribo Central. De organisatie startte in 2010 met dit project. Dit met als doel onze verantwoordelijkheid te nemen als Lions Club om de gemeenschap te dienen in de vorm van bewustzijnscampagne, bewustwordingscampagne. Bewustwording moet je dan ook zien, zowel naar de veroorzaker, maar ook naar de slachtoffers van de verkeersongevallen. Met de stand van de vlag geeft dat ook aan een indicatie. Of er een verkeersdode is gevallen. Ook ik doe een beroep op alle weggebruikers. Om zich te houden aan verkeersregels. Om zich te onthouden van roekeloos onverantwoord gedrag. Om zich niet te begeven op het wegdek. Zonder een geldig rijbewijs. Maar ook rekening te houden met je reisgenoten, ook als andere weggebruikers. Vooralsnog is geen enkele verkeersveiligheidsmaand zonder verkeersongelukken of verkeersslachtoffers afgesloten. Ook dit jaar zijn de verschillende organisaties helaas weer met de feiten op de neus gedrukt, geeft Henk Wip, hoofdafdeling verkeer bij het ministerie van Openbare Werken aan. Maar het blijkt steeds weer dat het ijdele hoop is. Dat betekent dat wij, vooral als overheden, de gemeenschap enorm veel werk te verzetten hebben. De commitment, en ik blijf erop hameren, die commitment vanuit die centrale overheid is enorm belangrijk. En het is prijzenswaardig dat er organisaties zijn die geheel vrijblijvend zich inzetten om die awareness bij de gemeenschap, maar ook bij de overheid teweeg te brengen. En wij moeten dat oppakken. Ik praat over verkeersonveiligheid en verkeersveiligheid. En ik doe dat bewust, omdat het twee verschillende begrippen zijn. Verkeersonveiligheid betekent dat er ook onveilige situaties zijn in ons verkeer. En verkeersveiligheid is vaak gezien vanuit het perspectief van de weggebruiker. En ik denk dat wij als overheid die onveilige situaties in het verkeer moeten gaan wegnemen, dat we in elk geval wat veiliger verkeer kunnen krijgen en dat die medewerking van alle weggebruikers van groot belang is om die verkeersveiligheid te realiseren. Aldus Henk Wip, hoofdafdeling verkeer bij het ministerie van Openbare Werken. Hij sprak vandaag bij de afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand bij het politiebureau Uitvlucht.